gemeente Kerkrade, de woningcorporatie Heemwonen, het waterschapsbedrijf Limburg en het drinkwaterbedrijf van Limburg samen om eigenlijk een heel nieuw systeem te ontwikkelen voor een duurzaam, circulair watersysteem. Dit toilet spoelt met 1 liter water. De gewone toiletten die we thuis kennen, die gebruiken elke keer 6 liter water. Het is eigenlijk een gewone normale wasbak, alleen deze is iets specialer, want er hangt de voedselresten vermalen onder. Dus al je groente- en fruitafval kan je hierin kwijt en gaat zo de vacuümriolering in. In de flat is het iets anders, daar komen in de gang dit soort voedselresten punten met dit soort bakken erin. Beide systemen zijn aangesloten op een onderdrukleiding. Die wordt via een vacuümsysteem op onderdruk gehouden. Vanaf dat systeem, vacuümsysteem, wordt het naar een vergister gepompt. En in de vergister dan wordt de organische stof omgezet in biogas. En halverwege deze installatie wordt het slip afgetrapt, gehygiëniseerd. En dit slip willen wij af gaan zetten als meststof. Het grijze water wordt via een buffer uiteindelijk op het filtersysteem gebracht. Daar wordt het water biologisch gezuiverd, er wordt zelfs nog lucht toegevoegd. En na zuivering wordt het water op het oppervlaktewater geloosd. Aan de achterkant is alles dus goed geregeld, maar ook aan de voorkant moeten we maatregelen nemen. Zo wordt al het water van op de daken opgevangen en daarnaast ook het water van op de bestrating. En dat gaat allemaal richting een hele grote hemelwaterbuffer. Een hele grote betonnen bak waar daarop een zuivering komt te staan, waar we eigenlijk proeven gaan draaien om van het hemelwater drinkwater te gaan maken. Ondanks dat het zulke grote buffers zijn, zullen niet iedere bui aankunnen. Daarom wordt nog een aantal extra maatregelen genomen. Denk aan een waterplein wat vol kan lopen als het heel hard regent. En desnoods nog infiltratievijvers. En uiteindelijk komt het water dan weer terug in de bodem.